Nou, goedemorgen dan allemaal. Dit is de eerste uitzending van deze week, de afgelopen week. Door jullie makelaars, Guido Gabriels en Theo Heus. Dus Guido, vertel eens, hoe was het voor jou de afgelopen week? Ik heb afgelopen week een drukke week gehad. Ik ben vooral bezig geweest met het oprichten van een vereniging van eigenaren. Heel veel kleine complexen, daar is het nog niet zo goed voor geregeld. Mm-hmm. Dat wil zeggen, je hebt vaak appartementjes met 2-3 appartementen. En die hebben helemaal niks geregeld, terwijl het wel wettelijk verplicht is. Ja. Heb jij geen reserveringen in jouw vereniging van eigenaren, is dat best wel onhandig. Want ja, het dak moet een keer gemaakt worden, er moet geschilderd worden. En als dat niet geregeld is, ja, moet je als eigenaar met z'n allen, of eigenaren met z'n allen wat lappen. Ja. Niet iedereen heeft dat altijd zomaar op de bank staan. Nee. Dus het is voor jezelf handig als je dat gaat regelen. Maar de wet zegt ook sinds een aantal jaar van joh, je moet verplicht reserveren voor dat onderhoud. Okay. En dat is 0,5% van de herbouwwaarde per jaar. Dat is een behoorlijk bedrag. Dat, kan wel aantikken. Ja. Maar ja, veel kleine verenigingen hebben dat nog niet geregeld. Zo ook een klant van ons, die had dat niet geregeld. En daar heb ik hem bij geholpen om dat te regelen. Aha, okay. Zeker bij verkopen is dat belangrijk. Want op het moment dat je gaat verkopen en de koper gaat een hypotheek aan, ja, dat is in veel gevallen zo, zal de bank zeggen, joh, als dat niet geregeld is, die hypotheek wordt een stukje probleem. Lastiger. Ja, ja. Dus in veel gevallen krijg je hem niet eens. Dus vandaar deze manier. Ik heb mooi. Dan heb jij een goede week gehad alvast. Dus, een keer wat anders dan huizen verkopen. Ja, precies. Nou, ik ben ook druk geweest van de week. En ik heb me vooral gestort op de WOZ, want overal komen de WOZ-aanslagen weer in de bus op dit moment. En wat je ziet gebeuren is dat de WOZ-waardes best gestegen zijn. Ook de gemeentes die zien natuurlijk alweer brood in de hoge huizenprijzen. En ik denk dat er meer mensen bezwaar moeten gaan maken en kunnen maken. En bezwaar maken is gratis. Er zijn allerlei manieren voor. Een digimakelaars die heeft daar een blog over geschreven. Ik heb dat blog dus geschreven afgelopen week. En ik zou daar in ieder geval eens even kijken wat de mogelijkheden zijn daarvoor. Dus dat was wat ik onder andere de afgelopen week gedaan heb. Nou, ook een hele uitdaging geweest dan. Mooi, ja zeker. Die gaat dan ook nog komen, denk ik. Die gaat nog komen. Ja, alle bezwaren die komen de komende week. De e-mail gaat morgen de deur uit naar onze relaties. En dan kunnen ze kijken of ze er iets mee kunnen doen, ja of nee. Dus let op je e-mail, op je mailbox en dan komt het vanzelf goed. Ik vind het koud. We gaan naar binnen. Ja? Bij de haard zitten. Goed zo. Lekker. Nou, de groeten en tot volgende week. Tot ziens. Hoi.